Het is politica van de VVD, heeft ICT-achtergrond en was natuurlijk ook burgemeester van Millingen. En nu is ze burgemeester van Lingewaard. Natuurlijk de vraag, wat beweegt haar? Volgende gast bij Hoge Bomen is Marianne Schuurmans. Marianne, welkom. Eventjes terug naar heel, heel vroeger. Middelbare school in Arnhem. Ja. Onzezelfde middelbare school, het Thomas Kempis College. Ja. Wat kun je er allemaal nog van herinneren van die tijd? Veel fietsen, bergop. En je kwam van Roosendaal, van Velp? Wij kwamen tegen Velp aan woonde ik. En het laatste stukje was de berg op. Ja. Dus het was altijd heel hard doorfietsen om op tijd te zijn. En wat ik me ook kan herinneren waren de klasseavonden. Die waren legendarisch, die feesten. En het bijzondere is, daar moest ik afgelopen dagen aan herinneren, dat er was een spelletje wat je tijdens die klasseavonden deed. Dan knielde je voor een jongen die je leuk vond. En dan stelde je een vraag, ik ben precies de vraag kwijt, die zal ongetwijfeld in het Engels zijn geweest. En dan kon de jongen kiezen tussen een kus op je wang of een klap, maar dat was dan een zacht petje. Ja. En dat heb ik voor de jongen die ik heel erg leuk vond, Marcel, gedaan in Huissen, want daar vierden we het. Dus, en hij gaf me een zoen op mijn wang. Dus mijn allereerste zoen was in Huissen. Nou, dat kan geen toeval zijn geweest. Nee. Nee, daarvoor zat je natuurlijk op een lagere school in Velp, Roosendaal. Was dat een meisjesschool in die tijd? Of een jongen? Waren er ook al jongens in beeld? Of? Nou, ik kwam uit Brabant en daar zat ik echt op een meisjesschool met nonnen. En ik ben op mijn 11e verhuisd naar Arnhem. En daar zat ik in één keer in een gemengde school. En daar dat heb ik toch ongelooflijk aan moeten wennen. Ja, cultuurshock. Ja, ja. Het was echt een cultuurshock. Is het ooit goed gekomen dat je aan die mannen gewend bent? Ja. In mijn professie werk ik heel veel met mannen. Dus het is helemaal goed gekomen. Maar ik heb wel erg moeten wennen. Ik moet overigens zeggen dat een school met alleen maar meisjes is dramatisch. Dus ik vond de gemengde school vond ik een zegen. Maar het is vanaf mijn 11e in Arnhem en daar heb ik 1 jaar nog de basisschool. En toen ben ik dus naar Thomas gegaan. Ja, nou, dat waren geen rustige jaren, weet ik uit eigen ervaring. Ben jij er ook nog rustig doorheen gekomen? Of heeft het zo die jaren 70, begin jaren 70, daar praten over, hebben die ook zo'n sporen achtergelaten? Nou, ik ben bang dat ik een hele brave dame was in die tijd. Ik had een soort oppascentrale. Dus, en ik had 4 of 5 vaste adressen. En ik reed door de hele stad waar ik oppaste en ondertussen mijn huiswerk maakte. En televisie keek en wat kon je anders in die tijd doen? Je reed door Arnhem toch niet met een opgevoerde brommer? Nee, allemaal op de fiets. Ja. En het enige stoute eraan was dat mijn vader had gezegd dat ik wel thuisgebracht moest worden. Want ik reed soms 2, 3 uur 's nachts naar huis. Ja. En ik zei natuurlijk altijd dat ik thuisgebracht werd. Ja. Maar de meeste mensen brachten je niet thuis. Dat hoorde niet bij de oppasservice. Nee. Dat was ongeveer wel het meest recalcitrante wat ik heb gedaan. Dus het oppassen zal een beetje organiseren. Dat komt natuurlijk later ook nog terug in je leven. En ook als vertegenwoordiging opstellen, klasseoudste, klasseavond organiseren, dat zat ook al meteen in jouw bloed? Ja. Want we moeten natuurlijk die burgemeestersfunctie een beetje gaan begrijpen. Ja, maar dat is ook zo. Want het was altijd zo dat als het woord gedaan moest worden, of als er iets niet klopte of niet eerlijk was, dat ik als automatisch het woord nam en namens de klas sprak. Dus als er sprake was van klasseoudste, klassevertegenwoordiging, leerlingen, raden. Ja. Dan was ik altijd, kwam ik altijd bovendrijven. Waar komt dat vandaan? Ik denk toch het niet mijn mond kunnen houden, Bob. Ja. Ja, en het is met name als er dingen niet kloppen. Dan heb ik echt wel de neiging om daar iets van te vinden. Sterk rechtvaardigheidsgevoel. Sterk rechtvaardigheidsgevoel. Kijk, in de loop der jaren ben je wel wijzer geworden. En een van de meest wijze lessen vind ik altijd in het leven, maar ook met name in de politiek en in het bestuur, is dat gelijk hebben en gelijk krijgen iets heel anders is. Maar als je jong bent, heb je gelijk. Ja. Heerlijke tijd. Ja. Je hebt gelijk en je komt ervoor uit. Ja. En dat heb ik dan ook volop gedaan in de eerste jaren.
En dan ga je studeren in Groningen en dan ga je bij de JOVD. En dan merk je natuurlijk ook dat er meer naar je geluisterd wordt, maar dat je ook meer verantwoordelijkheden krijgt. En de studie moet natuurlijk ook doorgaan. Ja. Hoe heb je dat? Had het bij jou de dagen 48 uur of hoe heb je dat gedaan? Ik heb sowieso wel de neiging om de grenzen van de tijd op te zoeken. Dat zit wel in me. Ik ben heel actief en het is altijd zo dat ik tegen heel veel zaken ja zei en het ook allemaal heel erg leuk vind. En het ook allemaal met veel plezier deed en doe. En het was in die tijd ook. Ik ben lid geworden van de JOVD, naar het bestuur gekomen, verantwoordelijk voor scholing, opleiding en scholing. Wat ik overigens nu in VVD landelijk doe. Dat deed ik daar in Utrecht inmiddels, want daar ben ik naartoe verhuisd naar mijn studie. Jeugdwelzijnswerk in Groningen ben ik naar Utrecht verhuisd. Daar ben ik rechten gaan studeren. En daar werd ik in de JOVD werd ik bestuurslid verantwoordelijk voor vorming en scholing. En eigenlijk is dat een beetje de basis van mijn bestuurlijke carrière. Zie je dan ook meteen of iemand het in zich heeft als bestuurder of niet? Heb je dat daar speciaal ook voor ontwikkeld? Ik denk eigenlijk dat bij iedereen die een sollicitatiegesprek voert, zal zeggen dat de basis van je sollicitatiegesprek toch het intuïtieve, het klikgevoel is. Intuïtief voel je aan of iemand een bestuurder is. Het komt een enkele keer voor dat je je daarin vergist. Maar meestal is het beeld wat je in eerste instantie van iemand hebt, de wijze waarop die binnenkomt, waarop iemand beweegt en naar je kijkt en zaken formuleert, geeft eigenlijk wel een heel goed beeld of iemand een bestuurder is. Wat voor beeld hebben ze dan van jou, denk je? Ik hoor altijd, toevallig heb ik afgelopen periode afscheid genomen van de Millingen aan de Rijn. En daar werd door 4 verschillende sprekers gezegd dat ik een stevige bestuurder ben. Dus ik denk dat dat ook het beeld is wat mensen van mij hebben. De politieke achtergrond maakt er niet uit voor die uitspraken? Absoluut niet. Van alle kanten zeiden ze dat. Sterker nog, als burgemeester zul je nooit merken welke politieke achtergrond ik heb. Niet omdat ik ben daar wel bewust van, maar vooral ook omdat ik denk dat in mijn burgemeesterschap ik vooral kijk of ik voor iedereen er ben. En er voor iedereen zijn heeft volgens mij geen politieke kleur. Nee. Dat is gewoon inherent aan de burgemeesterschap. Ja. Maar nu heb je nog straks ook verteld over dat rechtvaardigheidsgevoel. In de politiek moet je het ook een beetje natuurlijk geven en nemen. Ja. Heb je daar wel eens momenten meegemaakt dat je dacht van, nou, dit stuit tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel en ik ga nu een andere kant op? Zijn die momenten langsgekomen in jouw politiek-bestuurlijke loopbaan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me dat niet kan herinneren. Nee. Nee. Oké, tegelijkertijd heb je natuurlijk als... Je had het straks over vrouwen en ook de school waar je op gezeten had. Als je kijkt naar het politiek bestuur van Nederland, zie je toch dat het toch overtuigend vooral een mannenzaak is. Ja. Je hebt het toch gered, ook om een gezin te stichten en dat toch allemaal dat op een of andere manier aan balans in te zoeken. Waarom ben jij er wel in geslaagd en haken toch heel veel vrouwen, ja, ik zeg maar gewoon zoals het is, ook op het van vrouwelijke burgemeesters, haken toch heel veel vrouwen af? Ja, ik ben van de kerk dat vrouwen afhaken omdat ze dat zelf doen. Ja, het is lastiger voor vrouwen, dat ervaar ik. Ik heb in mijn vorige gemeente, in een veiligheidsregio met vrijwel alleen maar mannen, heeft het een hele tijd geduurd om daar je neer te zetten als een capabele bestuurder. Het is toch anders. Mannen praten onderling even bij de koffie en het gaat over andere zaken dan wanneer er een vrouw bij staat. Dus het is echt lastiger om dan ertussen te komen. En dan moet je dat doen op basis van kwaliteit. Dus je moet echt laten zien, ik breng wat mee. Ja. Ik ben de moeite waard als bestuurder. Dus daar is het lastig. Ik denk dat wij dus iets meer moeten doen om onszelf te bewijzen. Maar als we dat dan hebben gedaan, denk ik dat we als vrouwen het beter hebben, gemakkelijker hebben. Omdat mensen dan zeggen van, goh, dat is een capabele bestuurder. En het is nou eenmaal zo dat we minder vrouwen hebben als bestuurders. Dus dan zijn de wegen, denk ik, gemakkelijker te begaan. Toegegeven, ik denk dat mijn kinderen zijn heel trots op mij.
Maar als het gaat over de keuzes die ik maak, dan zeggen ze, nou, ze zouden iets meer thuis mogen zijn. Ja. Ze zijn inmiddels 16 en 19, dus als ik thuis ben, zijn zij er vaak niet. Ja. Maar ik heb wel keuzes gemaakt. Ja. En die keuzes, die ik ga wel ten nadele van mijn sociale leven. Ja. Werk en privé staan dus dan op gespannen voet. Ja. Ja. Het is natuurlijk moeilijk om daar een weg in te vinden. Tegelijkertijd is die passie voor het bestuur moet dan toch de drijfveer zijn. Ja. Wanneer merk je voor het eerst van, nou, je hebt dan de JOVD gedaan, Utrecht, rechten. Op een gegeven moment ga je dan ook bestuurlijke functies krijgen in een gemeenteraad, provinciale staten. Wanneer dacht je voor het eerst van, nou, nu wordt er pas echt naar me geluisterd en ik heb invloed? Ik heb gemeenteraadslid ben ik geweest in Beuningen. En daar had ik eigenlijk voor het eerst het gevoel dat ik verschil kon maken. Een van mijn mooiste dingen die ik in Beuningen heb gedaan was, in Beuningen had je een judoclub. Dat was inmiddels uitgegroeid tot 300 kinderen die daar sportten. En dat was nog steeds in het theater, wat ze steeds om moesten bouwen elke dag. Dat was alleen aanvankelijk voor jongens. Meisjes moesten zich maar omkleden en hielden ze een gordijn op. Oh. En inmiddels waren er heel veel meisjes in zo'n judoclub. Ja. En het was heel lastig in mijn raad om, ik wilde ze heel graag laten verhuizen en daar hadden we geld voor nodig en dat kreeg ik niet voor elkaar. En iedereen had zoiets van, nou, zo'n judo en het was echt heel lastig. Allemaal mannen en toen in die raad natuurlijk. En toen heb ik, toen heb ik dus in de commissie nog gevraagd wie ervoor was om te verhuizen en dat was niemand. En toen heb ik aan de judovereniging gevraagd van kom eens naar de raadsvergadering. En toen kwamen al die 300 kinderen gekleed in judopakjes naar de raadsvergadering met hun ouders. De hele gemeentehuis stond vol. En toen heb ik aan de burgemeester gevraagd, voorzitter, mag ik per raadslid vragen of ze nog steeds voor of tegen zijn? Ja. En toen had ik meerderheid die voor was. Ja. En dat vond ik. En dat, ze zitten er nog. En iedere keer als ik ben er heel vaak nog naartoe geweest. Ze zijn ontzettend blij dat ze dan die goede plek hebben. En dat zijn wel de dingen die je kunt bereiken. Ja. En dat is niet de wereldvrede. Nee. Maar dat is voor mensen, zoals jou, jij en ik, vaak het verschil tussen prima leven en heel goed leven. Je directe omgeving eigenlijk verbeteren. Heel goed, ja. Raadslid, toen ben je ook natuurlijk wat breder gaan kijken in die provincie. Ja. Was dat ook wat je daarvan verwachtte, om die provinciale politiek een rol te spelen? Ja, ik ben, als ik moet kiezen tussen het raadslidmaatschap of provinciale staten, dan is provinciale staten al meer bestuurlijker. Ja. En ik ben ook meer een bestuurder. In het proces, ik heb binnen mijn partij een training, topkadertraining gedaan. En wat je dan doet is kijken, wat ben je echt, wie ben je en waar ligt je politieke carrière? Daar ging ik naartoe met het idee om de Tweede Kamer in te gaan, in 2010. En ik liep daar en dacht van nee, dit is niet mijn, ik ben een bestuurder. En, en ook in die provinciale staten, er zijn mensen die het echt invullen, heel politiek invullen. Maar eigenlijk is het een hele bestuurlijke rol en die beviel mij uitstekend. Dus daar is eigenlijk je basis gelegd voor het burgemeesterschap? Zeker, ja. Goed, dan word je burgemeester van Millingen. En volgens mij heb je gezegd van ik ben degene die eigenlijk daar het licht uit gaat doen. Ja. Hoe werd dat ontvangen? Dachten ze van nou, dan moeten we met z'n allen naar de eerste raadsvergadering van onze nieuwe burgemeester? Of werd dat, begreep men dat? Nee, begreep men. Sterker nog, de raad had mij ook gevraagd om dat te doen, hè, om daar naartoe te werken. En ik heb wel vooral veel mensen die al, de ouderen, de senioren, mensen in Millingen, die spraken me er wel op aan van we zijn al vanaf 1810 zelfstandig en waarom zou dit moeten? En als je het uitlegde, dan begrepen ze het wel. Maar het was om bestuurlijke en financiële redenen. En dat is heel lastig uitleggen. Ja. En ik denk dat, we hebben eigenlijk 3,5 jaar lang heb ik alleen maar gesproken met mensen, televisieuitzendingen, radio-uitzendingen gemaakt, krantenartikelen geschreven, maar vooral naar heel veel mensen toe gegaan om het uit te leggen. En ik geloof wel dat iedereen nu zoiets heeft van we doen het niet graag, maar het moet. Ja. Nu ga je naar een gefuseerde gemeente, nu ben je burgemeester van Lingewaard. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een uitdaging. Je weet natuurlijk ook dat daar Huus en Bemmel toch, daar speelt natuurlijk het nodige. Hoe sta je dat dus tegenover? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik kan me zo goed voorstellen dat wanneer je... kijk, het is een zuiver bestuurlijke aangelegenheid geweest. Ja. Maar er wonen wel heel veel mensen die stap ook moeten zetten. Niet zozeer om
Lingewaarder te worden, want daar geloof ik dus niet in. Je bent iemand in Bemmel, of je bent in Huissen, of in Gent, of in Doornenburg. En zo wil je je ook voelen. Dat is je plek. En dat, ja. Dat is ook mijn boodschap naar iedereen. Ik heb me heel erg verdiept in de historie van al die kernen. En die is uniek van iedere kern. En dat moeten ze ook zo laten. En de tradities moeten ze behouden. En alles wat die kern sterk maakt, daar moet je ook op blijven inzetten. En daaroverheen ligt de kracht van de gezamenlijkheid. En dat zal mijn boodschap ook zijn. Van iedereen is goed zoals... iedere kern is de moeite waard. En samen vormen we Lingewaard. En gaan we daardoor een aantal zaken beter doen, efficiënter doen voor onze inwoners. En daar heeft iedereen belang bij. Het klinkt helemaal overtuigend, maar tegelijkertijd weet je als geen ander dat je ook af en toe keuzes moet maken. En dan moet je dan in Bemmel uitleggen, of in Huissen, of in Haalderen. Dan wordt het natuurlijk... Deze uitgangspunten mooi, maar dan kan het soms wel eens even uitpakken. Bijvoorbeeld een cultureel centrum, waar zet je hem neer? Of nou ja, je kunt allerlei dingen invullen. Ja. Dan wordt natuurlijk de theorie getoetst aan de praktijk. Hoe ga je dan daar als burgemeester, hoe ga je daarmee om? Nou, kijk, de politiek neemt de besluiten. En op het moment dat de besluiten zijn genomen, vind ik het van belang om zowel aan de voorkant, want dat is mijn taak, om zoveel mogelijk mensen te horen en te luisteren wat hun inbreng is. Dan neemt de politieke besluit, alles overwegende. En dan is het weer voor mij belangrijk dat ik probeer zoveel mogelijk mensen dat besluit uit te leggen. En aan te geven waar we mee bezig zijn. Alle gemeenten in Nederland gaan merken dat voorzieningen niet meer separaat zijn per kern. Ja. Dat is inherent aan het feit dat kernen, dat het te kostbaar wordt. Hè. Toevallig in mijn vorige gemeente een hele discussie gehad over een zwembad. Wat iedere kern had daar op een gegeven moment behoefte aan een zwembad. Nou, dat is onbetaalbaar. Er gaan steeds meer kernen problemen krijgen met het behoud van een eigen basisschool. Dat soort voorzieningen, die waren heel normaal. Die bepaalden ook vaak de kern. Het is niet omdat we dat willen, maar de realiteit is dat heel veel basisscholen het aantal kinderen niet eens meer halen en moeten sluiten volgens de wet. En dan moet je oplossingen gaan bedenken. Nou, zo heb je heel veel voorzieningen waar je kritisch moet kijken in hoeverre ze je met elkaar kunt delen. Maar dat wil niet zeggen dat de afweging een afweging is van waar moet het komen, omdat er vanuit... Een soort traditie, een eerlijke verdeling moet komen. Nee, de politiek moet het afwegen op basis van hoe ver is het vandaan, waar wonen de meeste mensen die er gebruik van maken. Wel of geen trolling? Ja, de discussie is altijd een politieke. En ik ben burgemeester van die prachtige Lingewaard met al die prachtige kernen waar je het net over had. Wat zeiden mensen van tevoren tegen je van toen duidelijk werd dat je de nieuwe burgemeester van Lingewaard zou worden? Zeiden ze van, doe dat nooit of... Ja, fantastische uitdaging. Wat voor reactie kreeg je? Ik kreeg eigenlijk alleen maar heel positieve reacties. Mensen zijn zich wel bewust van de problemen die hier zijn. Maar zeggen, het is eigenlijk wel heel noodzakelijk dat er iemand komt die juist die verbindingen gaat leggen. En dat is jou wel toevertrouwd. Dus ik voel me daar ook heel comfortabel bij. Ja. En ik denk ook dat dat de belangrijkste opdracht voor mij zal zijn. Juist om te laten zien dat, wat ik net zei... dat je met behoud van je eigen kern en je eigen traditie... je toch kan werken aan betere verbindingen. En je gaat ook wonen meteen in Lingewaard? Ja. Bewuste keuze? Bewust. Ik vind dat een burgemeester moet wonen in zijn of haar woonplaats. Dat heeft consequenties, want ik heb mijn huis moeten achterlaten en zo. Maar als ik er woon, dat is de snelste manier. Ik loop door de gemeente, ik fiets door de gemeente, ik praat met mensen... Het is de enige manier om een gemeente echt te leren kennen. En daar verheug je enorm op. Ja. Nou, het is natuurlijk mooi dat je al die fietskilometers ook in de benen hebt. Hè? Van vroeger, als je even teruggaat naar je middelbare schoolperiode. Lingewaard is natuurlijk de uitdaging. En die lijn naar Den Haag, die is voorgoed. Je Tweede Kamerlidmaatschap, dat is echt ook gepasseerd station. Ja. Nou ja, dat is een bewuste keus. En ik ben echt... Ik zeg altijd, ik voel me een geboren burgemeester. Dit is waar ik mij heel erg senang bij voel. Ministerschap zit er dus ook niet in. Maar als Mark Belten zegt van Marianne, nou hebben we echt nog een goede minister nodig. Ja, een stevige minister nodig. Dat mag over 5 jaar. Okay. Of over 6 jaar. Okay, 6 en dan is het nog alleen als ik hier klaar ben. Ja. Dus ik denk het helemaal niet. Ik denk dat, heel eerlijk, wat ik net ook aangaf. Kijk, mijn voldoening zit in het verschil maken op lokaal niveau.
Een minister is heel erg leuk de eerste dag en volgens mij de laatste dag. Ja. En al die tijd ertussenin ben je bezig met allemaal zaken die, waarvan ik me altijd afvraag hoeveel lokaal wij daarvan meekrijgen, tenzij het ons echt in de weg zit. Ja. Als burgemeester, als lokaal bestuur, zeker zoals het bestuur er nu uitziet, kunnen wij het meeste voor mensen betekenen. En dat is waar mijn hart naar uitgaat. Je hebt een aantal momenten van afscheid meegemaakt. Hè? Vanuit de gemeenteraad in Beuningen, de Staten van Gelderland, nu ook burgemeesterschap van Millingen. Is er een opmerking geweest in al die afscheidsreden die jou echt geraakt heeft? Buiten alle mooie dingen die ze gezegd hebben. Je dacht van, nou, die kwam binnen. Goh. Nee. Ja, nee. Gewoon een reactie van mensen die er zijn geweest. De normale mensen die in je directe omgeving zeggen van jammer dat je weggaat. Raakt jou dat soort opmerkingen? Ja, wat ik heel erg bijzonder vond in Millingen is dat er echt mensen geëmotioneerd zijn en waren. En dat ze je oprecht zeggen, we gaan je oprecht missen. Ja. En dat vond ik wel heel warm. Want kijk, het is altijd heel erg lastig als je in het openbaar bestuur bent. Iedereen is altijd heel aardig tegen je. Of niet, ze zijn heel boos op je. Maar het is wel zo dat het heel lastig is om echt te horen wat mensen vinden. En wat mij opviel was dat mensen echt heel erg jammer vonden dat ik wegging uit Millingen. En tegelijkertijd het me zo ontzettend gunde om hier naartoe te gaan. En wat me het meeste opviel was dat vrijwel iedereen zei, ik heb een familielid in Gent of in Bemmel, dus we volgen je en eigenlijk steek je, blijf je nog heel dichtbij. Nou, volgens mij is dat de mooiste start die je maar kunt krijgen. Heel veel succes de komende 6 jaar in Lingewaard. En dan, als je dan minister wordt, dan komt het helemaal goed met dit land, zo rond 2020. Dank je wel en heel veel mooie momenten toegewezen in Lingewaard. Dank voor het gesprek. Dank je wel. Thank you.